Oh, it's so good to be here. Het is zo goed om hier te zijn. We barely made it. We hebben het echt net gehaald. We literally just got here probably 1 hour ago. We zijn hier echt 1 uur geland in Nederland. Then came over the church. En toen snel hier naartoe naar de kerk. I've had about 2 hours sleep. Ik heb 2 uur geslapen. But the Holy Spirit's gonna help me today. Maar de Heilige Geest gaat me helpen vandaag. What a privilege and honor it is to be here today. Wat een eer om hier vandaag te mogen zijn. Pastor Earl, I just want to thank you so much for allowing us to come. Pastor Earl, ik wil heel erg bedanken dat wij hier mochten zijn. It's so good to be. It is my first time actually. Het is mijn eerste keer in Nederland. Netherlands, I'm sorry, Netherlands. In Nederland, sorry. And except for the airport. Behalve het vliegveld. So to be here, it's a real thrill. Het is echt. Een hele eer. I found out some things about The Hague. Ik ben achter een paar dingen gekomen van Den Haag. I know the population. Ik weet hoeveel mensen er wonen. I also know this is where the royal family lives, right? Hier heeft de koninklijke familie. And this is where parliament is. Waar het parlement is. And then I heard you have a great amusement park here. En ik hoorde ook dat er een pretpark is. I love amusement parks. Ik hou van pretparken. I've been to Disneyland. Ik ben naar Disneyland geweest. Over 1,000 times. Echt meer dan 1,000 keer. Yes, it's not as impressive as it sounds. Klinkt niet zo indrukwekkend. I lived in Southern California. Ik leefde in Zuid-Californië. So we had season passes. Dus we hadden seizoenspassen. But we love to just experience new things. We houden er gewoon van om nieuwe dingen te ervaren. Well, we're so excited to see what God's doing here. We zijn zo vol met spanning om te zien wat God gaat doen. And I'm really blessed to have my wife with me here. Ik ben zo blij dat mijn vrouw er ook is vandaag. Sam, will you stand? Zou je alsjeblieft kunnen staan? So we are celebrating 30 years this week. We vieren 30 jaar deze week. Yes. Ja. That's by far the longest I've ever went out with a girl. Dat is echt het langste hoe lang ik bij een vrouw ben geweest. And it's also good to be here with Sarah. Het is ook goed om hier met Sarah te zijn. Sarah is my executive assistant at Lakewood. Ze is mijn persoonlijke assistent bij Lakewood. She's my right hand. Ze is mijn rechterhand. And you raise up great people here. En jullie zorgen voor goede mensen hier. So we're really excited to be here with you guys today. Ik vind het heel cool om hier te zijn vandaag. Hey, I want to talk to you today about an important subject. Ik wil met jullie praten over een heel belangrijk onderwerp vandaag. And if you want to turn your Bibles right now to Joshua chapter 24. Kunnen jullie de Bijbels bijpakken naar Joshua 24 vers 13. Verse 13. Or you can see it right there on the screen. Of je kan kijken op het scherm. As you're turning, I did bring a couple of books. Wanneer je in je Bijbel aan het bladeren bent, ik heb een paar boeken mee. This book is called Lead Vertically. Dit boek heet Leid Verticaal. I know it's in English and not in Dutch. Ik weet het is in het Engels, niet in het Nederlands. But this book is really how we built leadership at Lakewood Church. Maar dit is hoe we in Lakewood hoe we leiderschap bouwen. So if you're a leader, I'd encourage you to check this out if you want to. Als je leider bent, kijk hier naar. And then this book is called Champion. En dit boek heet Kampioenen. And this tells our story. Dit vertelt ons verhaal. Of how we launched Champions Clubs for special needs children. Hoe we een kampioenenclub opstarten voor kinderen. Speciale kinderen. Met een we'll get through it. It's okay, Thomas. We komen er doorheen. Het is okay, Thomas. And We're really excited about seeing people being reached. We zijn heel enthousiast over het bereiken van mensen. There are so many families. Er zijn zoveel families. That have special needs children. Die speciale kinderen hebben met noden. That are being forgotten around the world. Die vergeten worden over de hele wereld. And I believe that God wants them to be a part of the church as much as anyone else. Amen. En ik weet dat God wil dat zij ook deel worden van de kerk. And net so als we're providing ander. A way. Dus wij maken een weg. For that to happen. Zodat dat kan gebeuren. And who knows, maybe one day, en wie weet, één dag. We'll do a Champions Club right here in the Netherlands, right here in City Life. Komt er een kampioenenclub hier in Nederland, in City Life. Well, I'm going to talk to you today about a subject that's very important. Ik ga over een belangrijk onderwerp praten vandaag. And it's called stop renting and start owning. En het gaat over stop met het huren van iets en word eigenaar. I love this scripture right here in Joshua. Ik hou van deze vers hier in Joshua.
It talks about how God has given us things. Het gaat over hoe God ons dingen geeft. That we don't have to work for. Waar we niet voor hoeven te werken. That he had planned out long before we got here. En dat had hij al heel erg veel ver voor ons gepland, voordat we hier waren. And that how he wants to pour out his blessing on his children. En dat hij de zegen wil geven op zijn kinderen. But sometimes we allow fear. Maar soms laten we angst. Fear of failure. Van falen. Past failures. Van dingen in het verleden waarin we faalden. Complacency. Gewoon waar we het genoegen nemen. Or we allow missed opportunities. Of dat we gemiste kansen. To stop us from getting everything that God wants us to have. Ons laten stoppen voor alles wat God voor ons wil. I love this scripture and what it says here. Ik hou hiervan wat hier staat. It says, I have given you a land. Ik heb jullie land gegeven. For which you did not labor. Waarvoor je niet gewerkt hebt. And cities. En steden. Which you did not build. Die jullie niet gebouwd hebben. And you dwell in them. En jullie kunnen erin zijn. And you eat of the vineyards. En jullie eten van de vruchten die er zijn. And olive groves which you did not plant. En alles heeft gegroeid wat jullie niet. Olive groves, olijvenplanten. That's right. Die jullie niet geplant hebben. Dat klopt. You know what God's saying right here? Wat God hier zegt. Is that he has a plan bigger than you thought. Is dat hij een plan groter heeft dan jij dacht. There are things that you didn't plan out. Er zijn dingen die jij niet gepland hebt. But he had them planned out long before time. Maar hij heeft ze al ver voor heeft hij dat you gepland. When you graduate from high school. Als je klaar bent, je studeert af van de middelbare school. I've never heard anyone say. Ik heb nooit iemand horen zeggen. I can't wait to go to college. Kan niet wachten om naar uni te gaan. Work hard. Om lekker hard te werken. And get a degree. Om een diploma te krijgen. So I can rent someday. Zodat ik iets kan huren. No, what you hope to do. Nee, wat je hoopt. Is you hope to be an owner. Je hoopt dat je eigenaar wordt. And there's a difference between renting. Er is een verschil tussen huren. And owning. En eigenaar worden. I wonder this even in our own personal lives. Ik kijk hiernaar in mijn eigen leven ook zelfs. Even with our walk with God. Zelfs met onze loop met God. How many times do we rent God's word? Hoe vaak huren we wel niet Gods woord? Rather than own God's word. In plaats van dat we er eigenaar van worden. We tend to not speak from victory. We spreken niet vanuit overwinning. But we speak to victory. Maar we spreken naar overwinning. And there's a difference. Er is een verschil. Because when you speak from victory. Want als je vanuit overwinning spreekt. You already know that you have the victory. Dan weet je dat je al gewonnen hebt. You already know that God's done it. Je weet al dat God het heeft gedaan. You're just waiting for it to happen. Je wacht gewoon totdat het gebeurt. Amen. Amen. You see, the devil is never too tired. Zie je, de duivel is nooit te moe. To rock the cradle. Om de wieg te schudden. Of a sleeping Christian. Van een slapende christen. You see, he wants to lull us into sleep. Hij wil erin komen stampen. He doesn't want us to understand our inheritance. Hij wil niet begrijpen wat wij geërfd hebben. But the Bible says this. Maar de Bijbel zegt dit. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ik weet de plannen die ik voor je heb, zegt de Heer. Plans to prosper you. Plannen om in te groeien. Not to harm you. Niet om je te vernietigen. Plans to give you a hope and a future. Om je hoop en een toekomst te geven. What that tells me today. Wat dat mij zegt vandaag. What that should tell you. Wat dat jullie moet zeggen vandaag. Is no matter where you come from. Betekent dat maakt niet uit waar je vandaan komt. No matter what you've been through. Waar je ook doorheen bent gegaan. If you'll trust in God. Als je vertrouwt op God. If you'll lean not on your own understanding. Als je niet leunt op je eigen begrippen. If you'll let him direct your steps. Als hij je laat leiden, jouw stappen. He's got big plans for your life. Hij heeft grote plannen voor je leven. And these plans. En deze plannen. Are gonna blow your mind. Die gaan je gedachten gaan. You say, Craig, how do you know that? Craig, hoe weet je dat? Because I've seen it happen in my own life. Want ik zie het gebeuren in mijn eigen leven. Even when we face some of the biggest challenges in our life. Zelfs als we door echt moeilijke dingen gaan in ons leven. We've seen God turn those situations around. Zien we dat God die situaties omdraait. And not just meet our needs. En niet alleen onze noden alleen naar voren brengt. But an overflow begins to take place. Maar heel veel komt op ons af. You see, God not only wants to meet your needs. God wil niet alleen hetgene geven dat je nodig hebt. He wants it to overflow. Hij wil dat er overvloed komt. Into the lives of your family. In het leven van je familie. Of your friends. Van je vrienden. And of those who are in need. En degene die in nood zijn. But we have to change our mentality. Maar we moeten onze mentaliteit veranderen.
We have to move from renters of God's word. We moeten veranderen van huurders van Gods woord. To owners of God's word. Naar eigenaren van Gods woord. You know, even when you're talking about volunteering. Zelfs als je praat over vrijwilliger zijn. I've watched volunteers. Ik heb gekeken naar vrijwilligers. Who rent the ministry? Die huren de bediening. And I see volunteers. En ik zie vrijwilligers. Who own the ministry? Die eigenaar zijn van de bediening. And there's a difference. En er is een verschil. It doesn't make you a bad person. Het maakt je niet een slecht persoon. We thank God for every volunteer. Amen. We danken God voor elke vrijwilliger. Amen. But you can tell the difference, can't you? Maar je kan het verschil zien, toch? You see, when they walk into this church, je ziet het hoe ze naar binnen komen in de kerk. They don't say, this is Pastor Errol's church. Ze zeggen niet, dit is Pastor Errol's kerk. They say, this is my church. Ze zeggen, dit is mijn kerk. And when we build God's church, en wanneer we Gods kerk bouwen, and when we own it, en wanneer we eigenaar zijn, something powerful begins to happen. Dan gebeurt iets krachtigs. We begin to take care of it. We zorgen ervoor dan. Like it's our church. Alsof het van ons is, de kerk. We begin to believe for it. We gaan ervoor geloven. Like it's our church. Alsof het onze kerk is. We begin to give to it. We gaan eraan geven. Like it's our church. Alsof het onze kerk is. I'm telling you today. Ik zeg jullie vandaag. I believe I'm looking out at owners today. Ik kijk naar eigenaren vandaag. Not renters. Niet huurders. I believe God wants to use this church. Ik weet dat God deze kerk wil gebruiken. To go far beyond even this building. Om verder te gaan dan alleen dit gebouw. See, this is just the beginning. Dit is maar het begin. When we begin to become owners, wanneer wij beginnen met eigenaar worden, you won't be able to contain how many people are going to come into this church. Dan kun je niet eens bevatten hoeveel mensen in deze kerk komen. Because ownership. Want eigenaarschap brings greater commitment. Zorgt voor grotere toewijding. Ownership brings greater passion. Eigenaarschap zorgt voor grotere passie. And when passion begins to take a hold, en wanneer passie komt en die houdt het ons vast, it cannot be contained. Dan kan het ons niet tegenhouden. It kan flows het niet meer out into your neighborhoods. Het gaat gewoon buiten je buurt om. It flows to your family who are unsaved. Het gaat naar je familie die niet gered is. Your nog. Friends who are unsaved. Naar je vrienden die nog niet gered zijn. And God begins to use your life. En God begint jouw leven and your church, en jouw kerk to change the Hague, te gebruiken om de Haag to change this country, te veranderen, dit land te veranderen and begin to change the world, amen? En de wereld te veranderen, amen. But of course there's a big difference between renting and owning, isn't there? En natuurlijk is er een groot verschil tussen huren en eigenaar zijn, toch? I recently started doing some research. Een tijdje geleden deed ik wat onderzoek. On the difference between renting a place. Begon ik met onderzoek te doen naar het huren van iets. Or owning a place. Of eigenaar zijn van een plaats. And here are a few results that I came to. En dit zijn de resultaten die naar voren zijn gekomen uit dit onderzoek. When renting, you're not planted to your home. Wanneer je huurt, dan not planted. Oh, dan ben je niet geplant. Yeah, there's less commitment. Er is minder toewijding. When you're renting, you're not tied down to it, right? Wanneer je huurt, dan zit je er niet echt aan vast. It's either easy to move from one place to the next. Het is makkelijker om van de ene naar de andere te verhuizen. You're able to move quicker. Je kan makkelijker, sneller verhuizen. Another good thing about renting is that you don't have property taxes. Ja, en nog iets goeds is dat je van huren is dat je niet belasting daarvoor hoeft te betalen. Or sometimes insurance. Of dat er verzekeringen dat je die moet betalen. And lots of times someone else does the work, don't they? En heel vaak doet iemand anders het werk. Another benefit of renting is that you can change your neighbors. En nog iets goeds is dat je je buren kan veranderen. You probably had a few neighbors you wish you could move from. Je had waarschijnlijk een paar buren waarvan je denkt, oh, zou ik maar verhuizen. But you're not tied down. Maar je zit niet vast. You don't have to be committed to a community. Je hoeft niet toegewijd te zijn aan de gemeenschap daar. Now when you own, nou, wanneer je eigenaar wordt, one good thing about that is, een van de goede dingen daarvan, your monthly housing cost doesn't go out the door. Je maandelijkse kosten gaan niet door de deur heen. Because you start to build equity, don't you? Want je bouwt wat op. The more you pour in, hoe meer je erin stopt, the more you will usually get out of it. Hoe meer je er meestal uitkrijgt. And then you might even increase. En dan gaat het zelfs omhoog. When you own, you have something to pass down to someone else. Wanneer je iets hebt, dan kan je het aan de volgende generatie meegeven. You can leave an inheritance for your family. Je kan een erfdeel laten aan je familie. If you do anything to fix up your house, als je iets doet om je huis te fixen, it doesn't go to the landlord. Dan gaat het niet naar degene waarvan het is. It becomes an investment, doesn't it? Dan wordt het een investering. And when you move from your current place, en wanneer van je ene plaats weggaat, you'll be able to sell that. Kan je dat verkopen?
And maybe get an even nicer place. En dan kan je misschien zelfs een betere plaats krijgen. Another thing with owners. En nog iets met eigenaren. Is that you build a community with your neighbors. Je bouwt een gemeenschap met je buren. You're part of a community. Je wordt deel van de gemeenschap. And what happens there is people have your back. En mensen hebben je. Die steunen je dan. You work together. Je werkt samen. You see, here's the thing with ownership. Hier is het met eigenaarschap. Dit is het. If ownership has so many more benefits. Als eigenaarschap zoveel meer voordelen heeft. Not only as an homeowner, niet alleen als een huiseigenaar, but even as a person, maar zelfs als een persoon. Why would we put ourselves in positions, waarom zouden we onszelf in een positie plaatsen? Of renting rather than owning. Van iets huren dan in plaats van eigenaar te worden. You see, the same is true for your spiritual life. Hetzelfde is waar voor je geestelijke leven. God never intended us to be renters of his favor. God die was nooit de bedoeling dat wij huurders zouden worden daarvan, maar dat we eigenaren zouden worden. He never intended us to be renters of his word. We zouden nooit huurders worden van zijn woord, maar eigenaren worden van zijn or woord. Or renters of his promises. Of dat wij huurders worden van zijn beloftes. God always wants us to own. God wil altijd dat we eigenaars worden. You see, God, when we begin to own God's word. Als wij het woord van God gaan eigenen, ons toe-eigenen. How many knows this? The word of God is powerful. Wie weet dat het woord van God krachtig is. And when we begin to speak God's word. En als we Gods woord gaan spreken. That's not us speaking. Dat zijn wij niet die spreken. That's God speaking. Dat is God die aan het spreken is. And when we begin to speak over a situation. En als we spreken over een situatie. And we begin to take God's word. En we nemen Gods woord. And become owners of it. En we worden er eigenaren van. The atmosphere begins to change. De verandert. De atmosfeer. We can begin to speak things into being. Dan gaan we dingen in tot leven spreken. His promises become alive. Zijn beloftes worden waar. And we move from renters. En we gaan van huurders. Of his favor. Van zijn gunst. Renters of his word. Huurders van zijn woord. To owners of his word. Naar eigenaren van zijn woord. You see, Psalm 92:3 says. Psalm 19 vers 3 zegt. When you're planted in the house of the Lord. Wanneer je geplant bent in het huis van de Heer. You will flourish. Dan zal je groeien. You see, I've seen people. En ik heb mensen gezien. That have rented God's word. Die huurders waren van Gods woord. And never reached the potential that God had for them. En nooit het potentieel bereikt dat God voor ze had. And usually it begins to happen. En meestal gebeurt het. When they just get by. Dat ze net halen in de maand. Whether it's with their prayer life. Of het in hun geestelijke leven is. Whether it's their relationship. Of in hun relaties. God wants us to begin to own those things. God wil dat we eigenaar ervan worden. You take your devotional life. Je neemt je toegewijde leven, je gebedsleven. How many knows this, that your devotional life is the most powerful thing that you can have? Wie weet dat je gebedsleven het krachtigste is wat je kan hebben? When you spend time at Jesus' feet. Als jij tijd neemt bij de voeten van Jezus. It dictates everything else that happens in your life. Dan verandert dat al het andere in je leven. You see, I had to learn that. Ik moest dat leren. Even as a pastor. Zelfs als een pastor. Many times I would get busy. Ik werd vaak gewoon druk. Many times I put other things in front of my devotional life. Ik zette andere dingen voor mijn gebedsleven. And I would get around to it instead of making it a priority. En ik kwam er dan omheen in plaats van dat ik het een prioriteit maakte. And I would see myself struggle in ways. En ik zie dat ik moeite had met veel dingen in mijn leven. Maybe it's with emotions. Misschien met emoties. Maybe it's with anxiety and worry. Misschien met angsten en zorgen. But I found this to be true. Maar ik kwam erachter dat dit waar is. When I begin to own my devotional life. Wanneer ik eigenaar werd van mijn gebedsleven. The Bible says seek first the kingdom of God. Zegt de Bijbel zoek eerst naar het koninkrijk van God. And his righteousness. En zijn gerechtigheid. And all these things will be added unto you. En de rest zal je gegeven worden. See your devotional life. Zie kijk jouw gebedsleven. Will dictate your emotional life. Zal je emoties bepalen. How you view things. Hoe je kijkt naar dingen. How you handle things. Hoe je met dingen omgaat. And what God is saying right here. En wat God hier zegt. If you'll begin to own my word. Als je eigenaar wordt van mijn woord. If you'll begin to own my prayer life. Als je eigenaar wordt van mijn gebedsleven. If you'll begin to own your devotional life. Als je eigenaar wordt van je toegewijde gebedsleven. If you'll put me first. Als je mij eerst zet. He says that's when I'll begin to add things into your life. Dan zal ik dingen gaan geven in je leven en toevoegen. Things you did not think were possible. Dingen die je niet had verwacht en niet mogelijk voor mogelijk zag. God will begin to do. God gaat die dingen doen. It reminds me of a story. Het herinnert me aan een verhaal. The fate of the British cycling changed one day in 2003. Het lot van een Britse fietser veranderde één dag. At that time they had endured nearly 100 years of mediocrity.
Ze hadden ongeveer in 100 jaar hadden ze gewoon gemiddelmatigheid gezien in leven. Since 1908, British riders had won just a single medal in the Olympics. Sinds 1908 hadden maar echt een paar een medaille gewonnen in de Olympische Spelen. And they had never won a Tour de France in its 110-year existence. En ze hadden nog nooit een Tour de France gewonnen in de 100-jarig bestaan daarvan. Until a guy named Dave Beresford was hired. Totdat een Engelse man. He came up with a strategy. Kwam met een strategie. It was called the marginal gain strategy. En het was het marginale winststrategie. It was a philosophy of searching for a tiny margin. Het was de strategie van het zoeken naar een beetje winst. And improve every day. En elke dag verbeteren. In everything you do. In alles wat je doet. So what he started out doing was this. Dus waar hij mee begon was dit. He began to own this team. Hij begon eigenaar te worden van het team. So they began to redesign the bike seats. Dus ze begonnen de zitjes van de fiets te veranderen. To make them a little more comfortable. Zodat ze iets comfortabeler werden. They asked riders to wear electronically heated overshorts. En ze vroegen overshorts. That'd be tough to say. Shorts. Ja, dat ze verwarmde broeken begonnen te dragen. To help them as they rode in the winter. Om te helpen wanneer ze in de winter aan het rijden waren. He began to take these 1% improvements. Hij begon die 1% veranderingen, verbeteringen. Until just 5 years after Beresford took over. En tot 5 jaar nadat deze man over had genomen het team. The British cycling team began to dominate. Werd de Britse fietsteam die begon over te nemen. And they went to the Beijing Olympics. En ze gingen naar Beijing, de Olympische Spelen. And they won an astounding 60% of the gold medals. En ze wonnen 60% van alle gouden medailles. 4 years later. 4 jaar later. In the next Olympics. In de volgende Olympische Spelen. 9 Olympic records and 7 world records were made that year. Ontzettend veel medailles en overwinningen. Did I say it wrong? Nee. Okay. And then that same year. En in datzelfde jaar. Where 110 years they had never won a Tour de France. In 110 jaar hadden ze nog nooit een Tour de France gewonnen. Bradley Wiggins from the British Cyclists. Deze guy. Became the first to win a Tour de France. Won de eerste Tour de France ooit. You see, they changed from renters. Ze gingen van huurders. To owners. Naar eigenaren. See, for many years they probably just did what everybody else did. Voor vele jaren deden ze waarschijnlijk gewoon wat de rest ook deed. They followed the crowd. Ze volgden gewoon de groep. They did what other cycling teams did. Ze deden wat andere fietsteams aan het doen waren. But one guy. Maar één man. Came in and began to change things incrementally. En die begon heel klein dingen te veranderen. He began to take ownership of this team. Hij werd eigenaar ervan van het team. He began to make small deposits. Hij ging kleine toevoegingen doen. And they moved from renters to owners. En ze gingen van huurders naar eigenaren. And they did things they had never done before. En ze deden dingen die ze nog nooit van tevoren hadden gedaan. I don't know who I'm talking to today. Ik weet niet tot wie ik spreek vandaag. But God's not asking you to do big things. Maar God vraagt je niet om grote dingen te doen. Can you make some small deposits? Kan je wat kleine toevoegingen doen? Can you take an extra step of faith? Kan je een extra stap in geloof doen? Can you believe when others won't believe? Kan je geloven wanneer anderen dat niet doen? See, God can use that. God kan dat gebruiken. He can take your little, hij kan dat kleine van jou gebruiken. And he can make it much. En hij kan er veel van maken. And he can change the world. En hij kan de wereld veranderen. See, God's looking for some owners in this place. God zoekt naar wat eigenaren vandaag hier. How can you step up? Hoe kan jij de stap maken? You say, Pastor Craig, I'm so busy right now. Je zegt, Pastor Craig, ik heb het zo druk nu. Well, can you serve an hour a week? Kan je 1 uur per week dienen? Can you go on a missions trip? Kan je op een zendelingenreis gaan? Can you be a greeter? Kan je een groeter zijn bij de deur? Can you give a little more to help the building fund or whatever the church is moving towards? Kan je iets meer geven om voor het gebouw te zorgen waar de kerk naartoe gaat? You may not think it's a lot. Je denkt misschien dat het niet veel is. But that small deposit. Maar die kleine toevoeging. Says you're moving from a renter. Betekent dat je van een huurder. And you're moving from an owner. Naar een eigenaar gaat. And you're building equity in this church. En je bouwt hier eigendom op. You're building equity in your life. Je bouwt eigendom op in je leven. And you're building a legacy for the future. En je laat een erfdeel achter voor de toekomst. I'm telling you today, Thomas. Ik zeg je vandaag, Thomas. I believe I'm looking at some owners in this place. Ik kijk naar wat eigenaren vandaag. If you've been renting.
owning. Als je nu aan het huren was. Get ready to own. Start om te gaan eigenen. Because God wants to use you. Want God wil jou gebruiken. And now is he going to bless you. Hij gaat jou niet alleen zegenen. But he's going to bless everything you put your hands to. Maar hij gaat alles zegenen waar jij je handen op legt. You see, I believe one day. Want ik geloof dat op één dag. Just like the world has heard of Lakewood Church. Net als dat de wereld gehoord heeft van Lakewood Church. In different ways. In verschillende rassen. I believe that this church. Ik geloof dat deze kerk. As you become owners. Als jullie eigenaren worden. Are not only going to touch this country. Jullie gaan niet alleen dit land. But you're going to touch the world. Maar jullie gaan de wereld laten People zien. People are going to find out what you're doing. Mensen gaan erachter komen wat jullie aan het doen zijn. You see, I think of the sinful woman. Ik denk aan de zondige vrouw. Who in the community was seen as an immoral person. En mensen zagen haar in de gemeenschap als een immorele vrouw. And she heard Jesus was at a house. En ze hoorde dat Jezus bij een huis was. And she had a choice right there. En ze had een keuze op dat moment. She could look at her own life. Ze kon naar haar eigen leven kijken. And say I'm not worthy. En zeggen dat ik niet het waard ben. She could look at her own life. Ze kon haar eigen leven kijken. And say I'm just a sinful woman. En zeggen ik ben gewoon maar een zondige vrouw. And she could just be a renter of her life. En ze kon een huurder zijn van haar leven. But instead this sinful woman. Maar in plaats van dat ze dat deed. Decided to take ownership of her life. Werd ze eigenaar van haar leven. You see she had a choice. Ze had een keuze. She could have a renter's mentality. Ze had kon een huurdersmentaliteit hebben. And not feel worthy to come to Jesus. En niet het waard genoeg vonden om naar Jezus toe te komen. Or she could have an owner's mentality. Ze kon een eigenaar worden. And know that Jesus accepts everyone. En weten dat Jezus alles accepteert. No iedereen. Matter what you've been through. Niet, maakt niet uit wat je doormaakt. No matter what you've gone through. Wat je hebt doormaakt. He accepts you. Hij accepteert je. You see, she decided. Zij besloot to have an owner's mentality. Om een eigenaarsmentaliteit te hebben. And she put a down payment. En zij maakte een kleine afbetaling. She put a down payment on Jesus. Ze gaf een afbetaling aan Jezus. And sure enough, in Luke chapter 7, en in Lucas 7, verse 38, vers 38, it says, then she knelt behind him at his feet. En toen knielde ze bij de voeten van Jezus. And she was weeping. En ze huilde. Her tears fell on his feet. Haar tranen vielen op de voeten van Jezus. And she wiped them off with her hair. En ze droogde het af met haar haar. What an amazing act. Wat een mooie handeling. What a commitment. Wat een toewijding. Then she kept kissing his feet. Toen ging ze de voeten van Jezus kussen. And she put perfume on them. En ze deed er parfum op. You see, the disciples might have looked at her. En de discipelen konden denken. And said, you're not worthy to touch Jesus' feet. Jij bent het niet waard om de voeten van Jezus aan te raken. And sometimes we are our destiny is determined. En soms is onze toekomst bepaald. By other people who rent. Door andere mensen die huren. They'll tell you what you can't be. Maar ik vertel en zij vertellen je wat je niet kan zijn. They'll tell you how unworthy you are. Ze zeggen hoeveel het niet waard jij bent. They'll tell you that you're not entitled. Ze zeggen dat jij het niet mag toe-eigenen. But this lady didn't believe that. Maar deze vrouw geloofde dat niet. She had an owner's mentality. Ze had een eigenaarsmentaliteit. And she put that down on Jesus. En ze gaf dat aan Jezus. And she began to wipe her tears. En ze begon with her hair. En ze begon de tranen af te drogen met haar haar. And Jesus, he couldn't wait to give back. En Jezus kon niet wachten om terug te geven aan haar. You see, because Jesus collects tears. Want Jezus die verzamelt tranen. The Bible says tears are so precious to him. De tranen zijn zo waardevol voor hem. That he collects them. Dat hij ze vasthoudt, zegt de Bijbel. You see, that's so powerful. Dat is zo krachtig. Because when we, even in our struggle. Zelfs door onze moeilijkheden. We'll come to Jesus. Komen we bij Jezus. We'll lay it down in his feet. Dan geven we het aan de voeten van Jezus. Every tear that we cry. Alle tranen die wij hebben. He collects. Hij houdt ze vast. Because he can use that. Want hij kan dat gebruiken. I'm telling you, I don't know what you're going through today. Ik weet niet waar je doorheen gaat vandaag. I don't know what you walk through today. Ik weet niet waar je nu op dit moment in je leven bent. But I want to encourage you. You are worthy. Maar ik wil je bemoedigen. Jij bent het waard. God wants to meet you right where you're at. God wil op dit moment bij je komen. Waar don't je nu let bent. Anybody tell you any different. Laat mensen je niet iets anders vertellen. God wants to meet you right here. God wil je op dit moment ontmoeten. You see, he said in Luke chapter 7, verse 47. Hij zei in Lucas. I tell you. Ik vertel het je. Her sins, and they are many. Haar zonden, en dat waren er veel. Have been forgiven. Zijn vergeven.
Because she has shown me much love. Omdat ze me zoveel liefde heeft laten zien. And a person who is forgiven little. En iemand die weinig vergeven is. Shows only little love. Laat alleen weinig liefde zien. And Jesus said to the woman. En Jezus zei tegen de vrouw. Your faith has saved you. Je geloof heeft je gered. Go in peace. Ga in vrede. I really believe today. Ik geloof dat vandaag. What God is wanting to say to all of us here today. Wat God allemaal vandaag tegen ons zegt. Are we just getting by in our relationship with Lukt God? Het allemaal maar net in onze relatie met God? Are we just giving a little? Geef hem maar een klein beetje. What step of faith can we take? Welke stap in geloof kunnen wij nemen? What can we do for God that we've never done before? Wat kunnen wij voor God doen dat we nog nooit eerder hebben gedaan? It doesn't take a lot. Dat neemt niet veel. Some of us may start with a little. Sommigen beginnen met wat kleins. But there might be some of us in this room. Maar sommigen van ons in deze ruimte. That it's time to go all in. Is het tijd om alles al in te gaan, alles te geven. It's time to sell out for Jesus. Om alles te verkopen voor Jezus. God's wanting you to step up. Jezus wil dat wij die stap nemen. And go to another place. En naar een andere plaats gaan. You say, what does it mean to go all in? Wat betekent het om al in te gaan, alles te geven? It reminds me of 1 Kings. En dat herinnert me aan 1 Koningen. Chapter 19. Hoofdstuk 19. It's talking about Elisha. Het praat over Elisa. The first thing Elisha did. Het eerste wat Elisa deed. When God called him to become Elijah's successor. Wanneer God hem riep om de opvolger te worden van Eli. Was he had to burn his plows. Wat was dat hij zijn ploeg moest verbranden. You see, Elisha was a farmer. Want Elisa die was boer. But God was wanting to move him to a miracle worker. Maar God ging hem veranderen naar iemand die wonderen deed. Continuing his old trade. Dat hij zijn oude beroep. Would keep him from his destiny. Dat oude beroep zou hem weerhouden van zijn toekomst. See, here's the thing. Want hier is hetgeen. What got you here. Hetgeen dat je hier heeft gebracht. Will not get you there. Zal je niet daar brengen. God was specifically calling him. God riep hem specifiek. Into something different. Voor iets anders. And so what he had to let go of. En wat hij los moest laten. He couldn't just sell his plows. Hij kon het niet zomaar verkopen. He couldn't put them in the barn. Hij kon ze niet zomaar in de schuur stoppen. What the scripture says that Elisha did. Wat het Bijbel ons vertelt wat hij deed. And what the scripture said God told him to do. En wat God hem vertelde te doen. Was he told him to burn the plows. Dat hij het helemaal moest verbranden. Because you can't go back to that old life. Want je kan niet terug naar dat oude leven. When you come up, become an owner of your destiny. Wanneer je eigenaar wordt van jouw toekomst. You see, God's wanting to move some of you in this room. God gaat sommigen van jullie aanraken. From what you did before. En die gaat jullie verplaatsen van wat je eerst deed. You're moving from a farmer, dat je van een boer, so to speak, zo te zeggen, to a miracle worker. Naar iemand die wonderen doet. You see, it's huge risk. Het is een groot risico. When you let go of things that you've done for so long. Om dingen los te laten die je zo lang deed. There's a huge risk to that. Daar zit een groot risico aan vast. But there's a big reward. Maar er is ook een grote beloning voor. You see, I'll never forget at Lakewood Church. Ik vergeet nooit bij Lakewood Church. When we were in our older building. Toen we in ons oude gebouw waren. God spoke to Pastor Joel. Toen sprak God tegen Pastor Joel. And he said, I don't want you to just find property. Ik wil niet dat je gewoon een eigendom vindt. But he said, I want you to take a step of faith. Maar ik wil dat je een stap neemt in geloof. And I want you to begin to look bigger than you've ever looked before. En dat je groter gaat kijken dan je ooit eerder hebt gedaan. And they were trying to find a piece of property to build the church on. En ze zochten een plaats, een eigendom waar ze de kerk konden gaan bouwen. We had went as far as we could go. Ze gingen zo ver als ze konden gaan. We were in a church at that time of about 6,000. That seated 6,000. We waren ongeveer een kerk van 6,000 mensen. The church, through God's miraculous grace, grew it to 23,000. En door Gods wonderen veranderde het naar 23,000 mensen. In just 6 years. In maar 6 jaar tijd. But God knew that he had a bigger plan for Lakewood. Maar God wist dat hij een groter plan had voor Lakewood. You see, Joel was about to move from that farmer. Want Joel die ging verplaatsen van die boer. That pastor of a smaller church. De pastor van een kleinere kerk. Well, not small, but you know what niet I'm saying. Klein, maar begrijp wat ik zeg. But something bigger than even that. Naar iets groters dan zelfs dat. And all of a sudden they begin to look. En toen begonnen ze te kijken. And they found it was really a historical building. En ze vonden een historisch gebouw.
concerts and basketball teams have played in this basketball building. Basketball teams en concerten waren daar gedaan. It was called the Compact Center. En het heette het Compact Centrum. It seated 16,000 people. Daar konden 16,000 mensen in. No church had went into an arena in America and made it last. Geen één kerk was in zoiets groot gestapt en daar ook gebleven. I can't tell you what a huge risk this was. Ik kan je niet eens vertellen wat voor een groot risico dit was. Because this was a building that was downtown. Want dit was gewoon in de stad een gebouw. It wasn't a community church. Het was geen kerk waar mensen naartoe kwamen. Most people would have to drive 30 minutes to come to our church. Sommige mensen reden 30 minuten om naar de kerk toe te komen. From the time that they would leave their home. Van de tijd dat ze hun huis verlieten. To come to the church. Om naar de kerk te komen. Then to get seated. En te zitten. It might take them an hour and a half. Dan duurde het hen misschien wel anderhalf uur. How many knows that's a little bit difficult? Wie weet dat dat best wel moeilijk is. To get people to come to your church with like that. Om mensen zo op die manier naar de kerk te so laten komen. So it was a huge risk. Dus het was een groot risico. But God spoke to Pastor Joel. Maar God sprak tot Pastor Joel. He says, I want you to burn the plows of what you've done before. Ik wil dat je het oude gaat verbranden. I'm moving you from a farmer. Ik wil dat je gaat veranderen van een boer. To a miracle worker. Naar een wonderen. I want you to take a step of faith. Ik wil dat je een stap in geloof neemt. You gotta go all in right here. Je moet alles gaan geven nu. It was scary. Het was best wel beangstigend. What if this doesn't work out? Wat als dit niet werkt? What if we don't make it? Wat als we het niet halen? What if we go into this building? Wat als we dit gebouw ingaan? And we only fill it halfway up. En dat we het maar voor de helft gaan vullen. It'll be embarrassing. Dan zou dat best wel beschamend zijn. It'll be in all the papers. Dan zal het in alle kranten staan. We'll never take a step of faith like that again. Dan zullen we nooit meer een stap in geloof nemen zoals you see, deze. That's what the enemy will begin to speak to dat you. Is wat de vijand je gaat influisteren. To hold you back from your destiny. Om je terug te houden van jouw toekomst. But this gentle, quiet little pastor. Maar deze vriendelijke, rustige pastor. He was a hope broker. Hij was iemand die voor hoop. Broker's ging. Hope. Ja, hij ging voor hoop. He stepped out in faith. Hij stapte in geloof. We went into the compact center. En ze gingen in dat gebouw. We got prepared for it for an entire year. En ze bereidden zich voor een heel jaar. And we went into this new building. En toen gingen ze dat nieuwe gebouw in. In one weekend. In één weekend tijd. We went from 23,000 people. Gingen ze van 23,000 mensen. To 50,000 people in one weekend. Naar 50,000 mensen in één weekend. You see, it was a huge risk. Het was een groot risico. If Pastor Joel would have been a renter of God's word, als Pastor Joel een huurder was van Gods woord, he would have never even tried it. Dan zou hij het nooit eens geprobeerd he hebben. He would have never even thought of doing that. Hij zou er nooit over nagedacht hebben. But when you own God's word, maar wanneer je eigenaar wordt van Gods woord, you know that He owns the cattle on a thousand hills. Dan weet je dat Hij heel veel dingen heeft. You know that He put the moon and the stars into orbit. Dat Hij de planeten, de sterren, de zon, de maan. You know that even though you can't, God can. Je weet dat als jij het niet kan, dat God het wel kan. And God did a miracle. En God deed een wonder. And thousands were saved. En duizenden mensen werden gered. And God used this ministry to touch the world. En God gebruikt deze bediening om de wereld te raken. I want to encourage you with something. Ik wil jullie bemoedigen vandaag met if iets. If we'll move from rentership als wij van huurders to ownership gaan naar eigenaren, like we've never done before here in this church. Zoals we dat nooit eerder hebben gedaan in deze kerk. You see, I believe. Ik geloof. That this isn't just your church. Dat dit niet jullie kerk is. When I come to the Netherlands. Maar dat wanneer ik kom naar Nederland. This is my church dat too. Dat dit ook mijn kerk is. Is that okay with you? Is dat okay met jullie? So I'm in this with you right now. Dus ik ben hier met jullie samen vandaag. I believe that God can do it for Lakewood. Ik denk dat God het kan doen voor Lakewood. Dat can geloof he do ik. It for City Life Church? Kan hij het voor City Life Church doen? People will tell you that's impossible. Mensen zeggen dat is onmogelijk. You're in Europe, Craig. Je bent in Europe. That Craig. Only happens in America. Dat gebeurt alleen maar in Amerika. That can't happen here. Dat kan niet hier gebeuren. Wait a second. Wacht eens even. Are you renting God's word? Ben je huurders van Gods are woord? Are you owning God's word? Of ben je eigenaar van I Gods believe woord? God can do it. Ik geloof dat God het hier kan doen vandaag. Just like he did it there, net zoals dat hij het daar because deed. That's the God we serve. Want dat is de God die wij dienen. I don't know what God's speaking to you today about. Ik weet niet God waarmee God je nu vandaag maybe aanraakt he's speaking door het woord. To you individually. Misschien spreekt hij met je persoonlijk. What's he speaking to your heart about? Waar spreekt hij nu tegen je hart? Where do you need to move from rentership to ownership? Waar moet je
van huurder naar eigenaar worden. Maybe you're owning a lot of things. Misschien ben je eigenaar van heel veel dingen. But there's that one thing that God's been speaking to you. Maar dat is dat ene waar God nu tegen je spreekt. And you haven't had the faith to take and the courage to step forward. Je hebt niet het geloof gehad om die stap naar voren te nemen. To take that step of faith. Om die stap in geloof te nemen. God's saying, I don't want you to worry. God zegt, ik wil niet dat je je zorgen maakt. I want to speak this over you right now. Ik wil dit over je spreken vandaag. If you'll let go of that fear. Als je die angst loslaat. If you'll move from that renter's mentality. Als je van die huurdersmentaliteit gaat. And you'll begin to own that whatever God's saying to you. En je begint eigenaar te worden van alles wat God tegen je zegt. God's gonna take that. Gaat God dat gebruiken? He's gonna multiply it. Dan gaat hij dat vermenigvuldigen. And he's gonna do a miracle in your life. En dan gaat hij een wonder doen in jouw leven. Maybe it's in your relationships. Misschien in je relatie. Maybe it's in your business. Misschien in je zaak waar je werkt. Maybe it's in your own personal life. Misschien in je persoonlijke leven. I believe God wants to do something powerful and unique. Ik weet dat God wat krachtigs en unieks wil doen in jouw leven. Because if God can do it for us. Omdat God het voor ons kan doen. Can he do it for you today? Dan kan hij het ook voor jullie vandaag doen. Amen. 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 Between Austria and Italy. Tussen Australië, Oostenrijk en Italië. There's a section of the Alps. Dan is er een gedeelte bij de Alpen. Where is an impossibly steep, very high part of the mountains. Dat het heel erg steil is, een heel erg gevaarlijk stuk. Yet there was an engineer many years ago. Er was een ingenieur een tijd geleden. He did something extraordinary. Hij deed iets buitengewoonlijks. He built a train track. Hij maakte een treinspoor. Over these Alps. Over de Alpen heen. To connect Vienna and Venice. Om Vienna en Venice met elkaar te linken. Here's the powerful thing. Hier is het krachtige ervan. They built these tracks. Ze hebben deze sporen gebouwd. Even before there was a train in existence. Zelfs voordat de trein überhaupt bestond. That could make the trip. Die de trip kon maken. They built it. Ze maakten het. Because they knew someday. Want ze wisten dat op een dag. The train would come. De trein zou komen. See, God's saying to you today. God zegt vandaag tegen je. Can you build the tracks of faith? Kan jij het spoor van geloof bouwen? You may not see the train. Je ziet misschien de trein nog niet. It may not even be in existence yet. Het bestaat misschien zelfs nog niet eens. But it's coming. Maar hij komt eraan. It's coming. Hij komt eraan. It's coming. Hij komt eraan. I believe that. Ik geloof dat. And I declare that. En ik spreek dat uit over jullie. In Jesus' name. In Jezus' naam. Would you bow your heads with me? Zullen jullie alsjeblieft je hoofd buigen? Heavenly Father. Hemelse Vader. I thank you for this amazing church. Ik dank u voor deze geweldige kerk. I feel faith in this church. Ik voel geloof in deze kerk. You're already using this church to do great and mighty things. U gebruikt deze kerk al om mooie, machtige dingen te doen. But God, I can't wait. Maar Heer, ik kan niet wachten. To see what you're going to do in this decade. Wat u in deze tientallen jaren nog gaat doen. As we, als wij, as a church, als een kerk, begin to own. Eigenaar worden. The things that you are planning in our lives. Van de dingen die u plant in ons leven. You see, Father, we know. Vader, u weet. That we can't fulfill our destiny. Dat wij onze toekomst niet kunnen vervullen. As long as we have a rental mentality. Als wij een huurdersmentaliteit hebben. And Father, I just ask right now. En Heer, ik vraag u vandaag. That God, you will give them. Dat u vandaag geeft aan hen. That heart of faith. Een hart van geloof. That heart of belief. Een hart van. To go all in. Om er volledig voor te gaan. Because you're wanting to do great things. Want u wil geweldige dingen doen vandaag. That will build those train tracks. Die de sporen zal bouwen. Even before the train is in existence. Zelfs voordat de trein bestaat. And I just wonder today. En ik vraag me af vandaag. If there's someone here. Iemand hier vandaag. And this is one of the greatest ways you can step out and own something. Dit is een van de beste manieren om deze stap te nemen in geloof. Is if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Als je Jezus Christus als jouw Heer en Redder neemt in je leven. And you'd say, Craig. En je zegt, Craig. I'm ready to stop renting. Ik ben klaar om te huren. But I'm ready to own my life. En ik ben klaar om eigenaar te worden. I want to give my life to Jesus. Ik wil mijn leven geven aan Jezus. I want to put Him first. Ik wil Hem op de eerste plaats zetten. And I want to become everything God's created me to be. En ik wil alles worden waarvoor God mij gemaakt heeft. Or maybe you're here today. En misschien ben je hier vandaag. And you want to rededicate your life. En dat je opnieuw je leven wilt toewijden. And you say, Craig, I've been running for a long time. En dan zeg je, Craig, ik ben heel lang aan het huren geweest. But I want to own my relationship with Jesus. Maar ik wil eigenaar worden van like mijn never before. Met Jezus, zoals nooit tevoren. Would you pray for me? Zou je voor me bidden? And if that's you today. En als jij dat bent vandaag. Would you just lift up a hand real quick so we can pray for you? Kan je alsjeblieft je hand omhoog steken? Yes.
Yes. All over the building. Overal in de yes. kerk. Oh, I'm so proud of you today. Ik ben zo trots op je vandaag. Man, God wants to use you. God wil je gebruiken. He's got huge plans for you. Hij heeft grote plannen voor je. So what we're going to do right now. Dus wat we nu gaan doen. Is Thomas is going to pray a prayer of salvation over you. Thomas gaat een gebed van redding bidden over jullie. And I believe that this is going to be a transformational day. En ik geloof dat dit een dag van verandering zal zijn. You're going to move from rentership. Je gaat van huurder to ownership. Naar eigenaar. In your relationship with Jesus. In je relatie met Jezus. He loves you so much. Hij houdt zoveel van je. And he wants you. En hij wil dat jij to be with him one day. Eén dag met hem zal zijn. In heaven. In de hemel. So this is a big step. Dus dit is een grote. And I'm so proud of you for making that. En ik ben zo trots op jullie dat jullie Thomas, die stap would you maken. Pray over them right now? Yes. Jongens, mensen, ik vraag of jullie hem allemaal na kunnen bidden. Heer, dank u voor deze dag. Dank u wel voor het woord dat gesproken is. Dat het effect mag hebben op mijn leven. Dat ik het niet alleen vandaag mag horen. Maar dat ik het deze week mag gebruiken. En de week erna en de rest van mijn leven. Heer, ik vraag u, wilt u vandaag komen in mijn leven met uw kracht, met uw liefde, met uw vrede, met de Heilige Geest. Neem mijn leven over, Heer, om een verandering te maken. Voor mijn familie, voor mijn buren, voor mijn vrienden, voor iedereen die u wil bereiken, Heer. Ik dank u voor wie u bent, Heer. In Jezus' naam. Amen.